Dani de Wit, speler van de A1, zette vrijdag een handtekening onder zijn eerste contract bij Ajax. Onder toezicht ook van zijn trouwste fan. Mijn opa, ja, is mijn grote fan. Hij betekent hartstikke veel voor me. Hij wil ook iedere wedstrijd wil hij van me zien. En ook bij elke teamfoto, dan maakt hij hem. Ja, dat heb ik allemaal in mijn kamer hangen. Dus dat is ja, mooi. Hier kijk je als jonge jongen kijk je hier naar uit. En na zoveel jaren in de jeugdopleiding, en dit wordt volgend jaar mijn 10e jaar al, ja, dan is dat geweldig. Een aantal spelers uit jouw lichting, die gingen jou voor. Begint het dan meer te kriebelen, omdat je weet dat het er misschien aan zit te komen? Ja, er liepen al wel gesprekken, dus ja, ik wist al wel een klein beetje wat natuurlijk. Maar ja, als je dat hoort van andere jongens, dan hoop je wel dat het er snel aan zit te komen. En uiteindelijk kwam het ook, ja, dat is mooi. Dit is natuurlijk altijd een mooi moment als je als een jeugdspeler een contract tekent. Nou, en Dani is vooral een jongen die, ik zeg het altijd maar bij hem, daar hoef je geen batterij in te stoppen, want het is zo iemand die elke dag 100% geeft. Ja, het is een speler die echt een teamspeler is. Ja, hij heeft de afgelopen jaren een ontzettende doorgroei gemaakt. Ik kwam in de F1, dus als kleine jongen dan van 8 kom je dan in de jeugdopleiding met al die Amsterdammers. Dat is wel even wennen, want hun hebben natuurlijk allemaal een veel grotere mond als je uit zo'n boerendorp kwam. Maar ja, na verloop van tijd worden het je vrienden en ja, ik heb mooie jaren hier gehad. En ook afgelopen seizoen is zeker een hoogtepunt geweest, waardoor ik denk ook wel dit contract heb verdiend. Dan bedoel ik vooral de vele mooie competitiewedstrijden die ik heb gespeeld en op de Copa Amsterdam en de Future Cup. En ik heb ook nog mooie dingen laten zien bij het Nederlands elftal. Voor de mensen die jou niet kennen, wat voor speler ben jij? Ja, ik ben een echte aanvallende middenvelder die graag voor de goal komt. Ik maak dan ook wel vaak een goal en ook kopsterk. Een mooie stap voor Dani de Wit en als het aan hem ligt is zijn pad bij Ajax de komende jaren al uitgestippeld. Ik wil dit jaar vaste waarde worden in de A1 bij Ajax. En dan ja, volgend jaar, eigenlijk het tweede jaar, hoop ik wel bij Jong te kunnen aansluiten. Waarna je daarna de stap naar het eerste kan maken. Over hoeveel jaar staat de Wit op het shirt van alle fans van Ajax? Ik hoop zo gauw mogelijk, maar ja, 3-4 jaar zou fantastisch zijn.